Welkom bij Mandarte Meer zien in moderne kunst. Het wordt zomer, echt waar. En bij de zomer hoort de zee en het strand. Isaac Israels schilderde wel 100 strandtaferelen. Maar wat nog opvallender is, 35 van die taferelen hebben als thema ezeltjes rijden. Laten we gaan kijken. Ik zie vooral een afbeelding van verschillende maatschappelijke standen. Welgestelde meisjes en een arme ezeldrijver. Het is goed mogelijk dat ik te veel wil zien in dit schilderij van Israëls. Misschien is het niet meer dan een goed verkopende sentimentele prent. Handig en vlot geschilderd. Het moet een gekke tijd zijn geweest. Fotografen overal, ook op het strand. Israëls had zelf een van de eerste draagbare fototoestellen. Haarscherpe afbeeldingen kreeg je ermee. Niet zo scherp als nu, maar toch enorm veel perfecter van scherpte, perspectief en herkenbaarheid dan de schilderijen van toen. Het onderwerp is natuurlijk het eerste wat wij zien. En het is precies wat de titel zegt. Drie meisjes op drie ezeltjes op het strand met vlak achter zich een jonge man die zelf loopt en kennelijk de ezeldrijver is. De twee meisjes het dichtst bij ons dragen allebei een rode zonnehoed. Het meisje vooraan, die duidelijk jonger is, heeft een witte zonnehoed. De twee dichtbij, de een in een wit jurkje, de ander in een roze jurkje, allebei met blonde haren, zouden een tweeling kunnen zijn. De derde, voorop, ook blond, zou een jonger zusje kunnen zijn. Door hun zedige Amazonezit is het niet duidelijk of ze bij hun jurkjes passende, elegante schoentjes dragen. Maar waarschijnlijk is dat wel. Het licht valt van linksboven over de ruggen van de meisjes en hun rechterarm naar rechts, richting zee. Er is verder geen schaduw. De ezeldrijver zelf loopt op blote voeten, maar heeft een blauwe kiel aan en een lange broek en op zijn hoofd een donker gekleurde pet. Zijn gezicht, voeten en handen zien er gebruind uit. Rechtsboven in beeld staat een onduidelijk voorwerp, misschien een zandkasteel. De horizon is hoog. De waterkleur is groenig, naar voren toe verlopend naar lichter blauw, dat de ondieptes aangeeft tussen de zandbanken. De ezel van het kleinste meisje is bruin, de middelste ezel is grauw en de voorste ezel is licht. Vanzelfsprekend herhalen die kleuren zich in de poten van de beesten. Het benadrukt de leesrichting van het schilderij, samen met de schaduwen onder de ezeltjes en het verloop van de donkere tinten van de jonge ezeldrijver links naar de bruine ezel rechts. Tussen de donkerste kleuren van het schilderij vormen de drie meisjes in hun hel oplichtende jurkjes het centrum dat alle aandacht vangt. De driehoekscompositie van hun hoofden, waarvan de middelste het hoogst uitsteekt door de horizon heen, tekent de hiërarchie van de oudste in het midden. De compositie wordt aan weerszijden van het schilderij begrensd door verticalen. Die van de ezeldrijver links en die van het zandkasteel rechts. En het midden wordt door de drie ezels horizontaal georiënteerd, met de meisjes en de oren van de ezels als verticale elementen daarbovenop. Er is iets vreemds aan dit schilderij dat de aandacht gevangen houdt. De ezels staan erop alsof ze vooruitstappen, maar tegelijkertijd staan ze doodstil. Je krijgt de gewaarwording dat de poten later in beweging zijn gezet, nadat de koppen bijna als portretten waren uitgeschilderd. Het bestaat natuurlijk ook niet dat alles in één moment te vangen. Geen kwast is zo snel, geen krijt of potlood, zelfs geen streek of toets die deze beweging van een telgang in overeenstemming kan brengen met het lijf daarboven. De verfstreek is gericht om perspectief en structuur te benadrukken. De compositie met al zijn verticalen tegenover horizontalen en zijn centrum tegenover de grenzen lijkt volstrekt willekeurig en spontaan tot stand gekomen, maar is dat natuurlijk niet.
Foto's uit die dagen werden nog niet journalistiek afgesneden. Dit lijkt verdacht veel op de zogenaamde natuurgetrouwheid van de aanzichtkaarten die wij kennen van scènes aan het strand. De fotograaf aapt de schilder na. Hij beperkt zijn onderwerp tot de uitsnede die gewenst is en hij suggereert spontaniteit. Deze prentbriefkaart uit Zandvoort dateert van ongeveer dezelfde tijd als het schilderij. Het is duidelijk, poseren is ook niet alles en het is zeker niet voor iedereen weggelegd. Dat geldt nog het meest voor de jongen die de ezels in bedwang houdt. Net als zijn vakbroeder uit Scheveningen is hij op blote voeten en noem het maar in werktenue. Wat voor de meisjes vermaak en ontspanning is, is voor hun begeleider arbeid. De meisjes hebben zware rokken en onderkleding, de jongen ernaast het welbekende matrozenpakje. En het verschil tussen de ezeldrijver en de meisjes, zou Ileen Montijn later opschrijven, zit in de hoeden en de pet. Het Rijksmuseum schrijft, ik citeer, in tegenstelling tot de schilders van de Haagse school, verbeelde Isaac Israëls de lichte, toeristische kant van Scheveningen. Hij gebruikte daarbij vaak modellen, in dit geval bekenden van de schilder, Suze Pont, Agatha Pauw en haar kleine zusje. Einde citaat. De gezichtjes zijn wel erg handig geschilderd. Als je zou weten wie het zijn, zou je misschien zeggen dat ze precies lijken. Maar voor ons, voor wie de meisjes anoniem zijn, hebben de gezichtjes genoeg overtuigingskracht om net te doen alsof het portretten zijn. Maar je kunt niet aan het oordeel ontkomen dat Israëls opzettelijk, door al zijn toetsen, de grootste herkenbaarheid als portretjes wilde vermijden. Mogelijke interpretaties doen zich voor door te analyseren wat er werkelijk zichtbaar is. Zo is er de verwantschap met andere ezels uit de geschiedenis. Bij ons is de ezel geen vertrouwd lastdier. Ons gebruikelijke draagdier is de pony of het paard. Lastdieren komen vooral voor in zuidelijke landen en in de Bijbelse verhalen van het Midden-Oosten. En wij zagen ze al eerder bij de intocht in Jeruzalem en de vlucht naar Egypte toen we van Lieshout's Lieder bekeken. Ezels dragen iedereen zonder onderscheid. Het kan nu ook weer zo zijn dat ik te veel zie in die verwantschap. Wie weet of Israëls er zelf ooit aan gedacht heeft. Hij kende zijn Bijbel heus wel, dat hoor je aan zijn naam. Maar geleerde bronnen beweren dat hij vooral geïnteresseerd was in het weergeven van onschuldig straatvermaak op zonnige dagen, zonder ernstige of Bijbelse verwijzingen. Maar dat neemt niet weg dat wij er wel degelijk verwantschap in kunnen zien en een plechtig gevoel krijgen bij dit strandtafereel. De meisjes in hun maagdelijk wit lijken niet op weg naar strandpaal 98, maar naar hun toekomst. En dat doen ze op een ezel, op het dier dat ooit getuige was in een stal en daarna de moeder droeg naar Egypte en nog later de koning der Joden bij zijn intocht. Voorwaar een dier van betekenis. Deze drie meisjes denken daar zo te zien niet aan. Niet aan Rembrandt, niet aan Egypte en niet aan Jeruzalem. Ze weten van niets, zelfs niet van strandpaal 98. De schilder wilde vast en zeker dat wij ons zouden verplaatsen in deze nog niet met kennis belaste koninginnetjes van het strand. Dat wij even zouden terugreiken naar onze verloren onschuld en naar de intensiteit van het moment dat wij ook ooit beleefd hebben. Moet je nu eerst door al deze literatuur heen, die het Rijksmuseum voor je op een rijtje heeft gezet, voordat je een zinnige interpretatie van dit schilderij kunt vinden? Wil je wetenschap bedrijven, dan roep je niet zomaar iets. En je kunt de bronnenlijst raadplegen van het Rijksmuseum, maar je kunt misschien ook van Marcel Proust zijn strandvakantie in Baalbek nalezen, om te proberen de authentieke sfeer uit die dagen te benaderen. In de schaduw van de bloeiende meisjes is een deel van de cyclus
op zoek naar de verloren tijd. Proust als verteller ziet de lucht en de veranderende kleuren in zijn kamer. Hij ontdekt ook het feest en de dronkenschap in restaurant Rive Belle. En de jonge meisjes die hij observeert, laat hij alleen om de beroemde schilder Elstir te bezoeken, wiens werk hem fascineert. Marcel Proust geeft de schilder geen label en hij spreekt niet van impressionisme. Maar zijn beschrijving van Elstirs schilderijen ademt de sfeer van wat in die dagen moderne kunst heette. Zo ongeveer de schildertrant van Isaac Israels. En dat was niet iets om trots op te zijn. En nadat Elstir Proust kennis heeft laten maken met de nieuwe kunst, laat hij hem kennis maken met de liefde door hem voor te stellen aan Albertine. Zij zal in zijn leven uitermate belangrijk worden, waarbij Simon Vestdijk ervan overtuigd is dat deze Albertine een Albert in travestie is voor de homoseksuele auteur. Maar nu dwaal ik te ver af. Misschien is de badplaats Cabourg in Normandië het Balbec van Marcel Proust, waar hij zijn zomervakantie doorbracht in een Grand Hotel. Het heeft wel wat weg van het Kurhaus in Scheveningen. En het is niet moeilijk je daarin Marcel Proust voor te stellen met zijn oma en zijn andere superrijke verwanten. Zij waren de upper ten en de eerste echte toeristen aan het begin van de 20e eeuw. Onder het mom van goed voor de gezondheid luiden zij het tijdperk in van vakanties aan zee. Deze prentbriefkaart voor het Kurhaus dateert van 5 jaar na het schilderij. De ezelbaas en zijn zoon of werknemer zien er erg netjes uit, niet als strandarbeiders, maar als echte heren. De ezeltjes trekken veel bekijks, vooral van jongens, die er ook al behoorlijk netjes uitzien. En iedereen is wel gekleed, het is geen hete zomerdag. De vergelijking wekt de indruk dat Israëls vooral zijn tafereel zo geschilderd heeft dat het een zekere, welgestelde cliëntele kon behagen. Voor mij, met mijn 21ste eeuwse blik, gaat dit schilderij niet alleen over ezeltjes rijden, net zoals Proust's literatuur niet alleen over bloeiende meisjes gaat. Het gaat zeker ook om klassenverschil en het onderscheid tussen elitair vermaak en goedkope arbeid. En met voldoende historische kennis kun je het schilderij interpreteren als een maatschappelijk-economisch document over het begin van de 20e eeuw. Zeker waren de meisjes van Marcel Proust ouder dan die op het schilderij van Israël. Proust was toen nog volop aan het puberen. En deze verrukkelijke foto is geen snapshot uit de werkelijkheid en geen waarheid, maar volkomen geënsceneerd. Zoals Proust regelmatig in zijn boeken moet bekennen, is wat zich in zijn hoofd afspeelt vaak mooier dan de werkelijkheid. Ook Israëls meisjes op de ezeltjes zijn geënsceneerd. Maar wij willen graag geloven dat zij ook ooit zullen opbloeien als de meisjes op deze kleurenfoto. De kunsthistoricus Anton Erftemeyer toont deze foto in zijn catalogus bij de tentoonstelling van het Frans Hals Museum in 2007. En hij koppelt hem aan het schilderij rechts ernaast dat nu in het bezit is van het museum in Arnhem. Dat is heel verantwoord door de bijna precieze gelijkenis tussen foto en schilderij. Niettemin zijn er ook erg veel overeenkomsten met ons schilderij uit het Rijksmuseum. De meisjes lijken wel dezelfde, hoewel van plaats verwisseld en ook niet meer zo deftig in Amazone zit. De kleuren hebben ook veel overeenkomst, net zoals het hele schema van het schilderij, tot en met de zandhoop rechtsboven die nu ruiter is geworden. Je kunt je voorstellen dat er van deze pose van de meisjes een foto gemaakt is, die Israëls misschien wel gebruikte om het schilderij te voltooien thuis in zijn atelier. Want het was misschien gewoon handig, omdat zulke ideale modellen nu eenmaal niet altijd voorhanden zijn.
Israëls wilde duidelijk de beweging weergeven, het voorbijgaan van het moment, de vluchtigheid. De jeugd scheert voorbij. Het is slechts een ogenblik in een mensenleven. En het plezier van het ezeltjesrijden is maar een fragment van dat ogenblik. Ook al poseren ze kinderen en ezels bewegen altijd. De schilder zoekt een manier om de snelle bewegingen weer te geven. En dat kan alleen met korte verfstreken toetsen. Snelle en ogenblikkelijke beslissingen. Beslissingen door de hand genomen nog voor het verstand iets kan sturen. De respons van de hand op de waarneming is er binnen een ogenblik. Het hele doek trilt van de beweging. En al die beweging breekt het licht open. Er zijn geen lichtstralen. Licht is helderheid, opgebroken in vlakjes, talloze vlakjes, zoals de zon rimpelt op het water op een zomerse dag. Al die toetsen komen voort uit bewegingen van de hand en ze brengen beweging in het schilderij. De vluchtigheid van het moment tilt het schilderij opeens uit boven sentimentaliteit alleen. En het brengt ons in een nostalgische vlucht die tederheid opwekt in ons dorre, volwassen bestaan. Daar zijn wij toe in staat, toont ons het schilderij, dat wij ons even verplaatsen in dat moment, dat wij even deel hebben aan de beleving van het meisje. Dat wij ons zo ver kunnen openstellen dat zelfs de geur van de ezel onze neusgaten binnendringt. En tegelijkertijd is er het vrede besef dat wij dit niet meer gaan meemaken. Dat wij strandpaal 98 op eigen voeten moeten bereiken. Dat we Egypte niet zullen halen op de rug van een ezel, laat staan Jeruzalem. Ons verlangen naar de verte doet ons op de rug van het lastdier klimmen. Wie weet brengt hij ons zelfs naar de veerboot of naar een schip. Als wij maar lang genoeg langs de rand van de zee voortstappen, komen we vanzelf bij een haven. Dat kan niet anders. Daar moeten we dan afscheid nemen van ons lieve dier. Ja, we zouden wel mee kunnen nemen aan boord en straks, als we aan land gaan in Viareggio, een nieuw strand en een nieuwe zee laten proeven. Waar de geur van oleanders in vlagen boven het hete zand aan komt zweven. Maar de schilder besluit het niet te doen. Hij reist zonder ezel naar de Italiaanse badplaats en daar schildert hij zijn liefste onderwerp, de vrouw. In dit sublieme zelfportret lijkt de schilder zichzelf niet weer te geven, maar te onderzoeken. Ondanks de schildertrand met talloze toetsen en vlakken komt de kunstenaar genadeloos scherp aan het licht. En er is zelfironie en vooral verbazing over waar hij terecht is gekomen. Antoon Erftemeijer schrijft, ik citeer, Isaac Israëls was bovenal een schilder van de mens. Vermaard werden zijn vele portretten, van de schrijver Lodewijk van Dijssel, van de eerste vrouwelijke arts Aletta Jacobs, van de Javaanse prins Mankunegara de Zevende en van de danseres Mata Hari en vele anderen. Maar veel vaker nog dan herkenbare individuen toont zijn werk ons anonieme mensen. Op straten en pleinen, op de kermis en in cafés, in winkels en in de dierentuinen. En heel vaak ook op het strand. Einde citaat. Op foto's van toen kun je zien dat er altijd wel een vrouw te vinden is die, nieuwsgierig naar haar eigen uiterlijk in andere ogen, bereid is om te poseren voor de schattende blik en de niet-censurerende handen van de schilder. En nu handelt hij anders dan bij de altijd onrustige en bewegende strandtaferelen. Hij vraagt haar om stil te staan, op haar eigen wijze, omdat ze dan in haar houding meer van zichzelf toont. De portretten, zeker ook die in profiel, worden er raadselachtig door en een beetje erotisch. De schilder die haar wil doorgronden, als dat wel kan, neemt onze blikken mee in zijn zoektocht. Hij schildert haar niet zoals hij wil. Hij zoekt hoe zij zichzelf ervaart, hoe zij zou willen en schildert haar ideale zelfbeeld. Net als op het strand is het onderwerp tussen hemzelf en zijn doek ingekomen. Er is geen tijd voor beschouwing.
Er moet snel en spontaan genoteerd worden. De werkelijkheid die zo kort duurt, moet zonder woorden genoten worden. Niet de koude oppervlakkigheid van de gesnapte foto, maar de aanwezigheid van de warme, ademende, levende vrouw. Hij ziet in verwondering toe hoe zijn handen weergeven wat hij ervaart. En het beeld toont altijd meer dan woorden kunnen zeggen. Het is wonderlijk om te zien hoe deze schilder volwassen vrouwen schildert, zijn favoriete onderwerp naast de oppervlakkige vrolijkheid aan zee. Vrouwen die ooit meisjes waren, meisjes die sinds de 19e eeuw strandtoeristen werden, strandtoeristen die op ezeltjes rijden. Het meisje dat vrouw is geworden en de vrouw als volwassen toerist op het strand. Nu is het beeld heel nauwkeurig opgebouwd met talloze kleine streepjes en vlekjes om het karakter secuur te vangen. Je kunt er nog lang naar kijken. Want wat er overblijft is een kunstwerk dat uitnodigt om bij stil te staan. Niet een sentimenteel plaatje, niet een nostalgisch verlangen, maar een feest van kleur, compositie, licht en verfstreken, dat alle mogelijke interpretaties doorstaat. Met indringend gemak geschilderd, want dat is wel duidelijk. Isaac Israels is een virtuoos tekenaar. Deze vrouw staat opgesteld voor het beroemde schilderij met de zonnebloemen van Vincent van Gogh. Dr. Gerdien Verschoor schrijft in 2005 en ik citeer: Isaac Israels was geïntrigeerd door het kleurgebruik van Vincent van Gogh. In de jaren 1918 tot 1920 leende hij van Jo van Gogh Bongers, de schoonzus van Vincent, twee schilderijen, Zonnebloemen en Het Huis te Arles. Ze spelen een rol in een aantal van zijn eigen schilderijen. Er zijn 5 doeken bekend waarvoor Israels de zonnebloemen gebruikte als achtergrond voor vrouwenportretten of naakten. Dit schilderij is er één van. Hij heeft de zonnebloemen niet letterlijk nageschilderd, maar een zodanige impressie van gegeven dat het in zijn eigen schilderij paste. De verwelkte bloemen aan de linkerkant liet hij weg. De bloemen vormen een zonnig en kleurig decor. Sterker nog, Israels gebruikt hier eigenlijk alleen de kleuren van Van Gogh. Zijn eigen vrouwenfiguur is vrijwel monochroom. Isaac Israels hield van mooie vrouwen. Vaak tonen zijn schilderijen zelfverzekerde dames die fier zijn op hun vrouwelijkheid en hun schoonheid zonder enige gêne tonen. Hij kwam graag schetsen in het Amsterdamse modehuis Hiers en raakte bevriend met de modellen die er werkten. Een aantal van hen poseerden ook voor schilderijen. De hier afgebeelde jonge vrouw met haar prachtige houding en zelfbewuste uitstraling zou heel goed een van de modellen van Hiers kunnen zijn. Einde citaat. Terug naar de ezeltjes en het strand. De echte bedoeling van dit schilderij is dat wij ons inleven in wat wij door de schilder krijgen voorgeschoteld. Om die inleving een kans te geven, moet er meer ruimte voor onze persoonlijke lezing worden geschapen dan in een foto. De fotografie begon in Israëls tijd volwassen te worden, hoewel de kleurenfotografie nog in zijn kinderschoenen stond. En daarin was de schilder nog in het voordeel. Maar wat hij vooral zocht en wat de toeschouwer zoekt, is geldigheid voor iedereen. En die vind je niet in de dodelijke nauwkeurigheid van het fotoport. Het gaat om de mogelijkheid om je in te kunnen leven in het geluk, de spanning, de opgetogenheid, de buitenlucht, het avontuur, de warmte van de zon, de elegante aankleding en de goedmoedige verdraagzaamheid van de ezeltjes en de meisjes. Ook al of juist omdat de meisjes niet je dochter zijn en niet je nichtjes, niet eens bekenden van je, maar vooral meisjes met al hun zekere onzekerheid op hun mooist, mooier dan de werkelijkheid. En daarin blinkt de nieuwe tijd uit die Israëls wilde vastleggen. Er is geen stilstand, maar alles is altijd in beweging. Fotografie schept een vals beeld, alsof het afgedrukte moment zal blijven voortduren. En de schilder liegt niet. Hij weet dat schoonheid voorbij gaat.
Het moment wordt moment suprême, een hoogtepunt dat oplost achter de brede sporen die de kwast heeft achtergelaten. 35 keer hetzelfde onderwerp. Kun je daar eigenlijk wel te veel in zien? Zie je eigenlijk wel ooit genoeg? Wat is precies de fascinatie geweest van de schilder? Waarschijnlijk een droom. De schoonheid van een droom. Een droom over schoonheid, onvergankelijkheid, eeuwigheid. Maar de meisjes worden vrouwen en de ezeltjes verdwijnen. En daarover gaat een ander deel van zijn oeuvre.